2. Espen. De esp wordt ook wel eens trillende boom genoemd, omdat het lijkt alsof de blaadjes trillen in de wind en geluid maken. Fluisteren. Dit is heel toepasselijk, want de remedie esp is voor angst en niet voor angst voor dingen die men kent, bekende angsten. Daar is 20 maskerbloem de remedie voor, maar voor onbehagen, gevoelens en angsten die men niet kan duiden. Dus bezorgde voorgevoelens en akelige denkbeelden, paranoïde denkbeelden ook wel, achtervolgingswaan, nachtmerries, angst ook voor alleen zijn en die dan vaak verborgen wordt en zeer gevoelig voor sfeer. Kan eigenlijk zonder reden helemaal in paniek raken. Dus onbekende, vage angsten en nare voorgevoelens, dat is een beetje de overkoepelende term. En je kunt je voorstellen dat als iemand daar last van heeft, dat dit behoorlijk verstorend en belemmerend kan werken op iemands leven. Dus op het moment dat je deze remedie inneemt, dan brengt dat een innerlijk gevoel van veiligheid, van rust. De vrees gaat weg. Het zelfvertrouwen komt weer terug in het leven, ook met name het vertrouwen. Dus herken jij dat gevoel van onbehagen, vage angsten, dan is espen de remedie die je moet hebben.